jij bent hier alleen voor je uiterlijk. Ja, prima. Prima. Ja jongens, het is weer tijd voor de Dutch YouTube Gathering. En de Dutch YouTube Gathering is voor ons altijd een beetje een onwennig soort van uitstapje. Ja. Ja, het is heel raar, want het is eigenlijk helemaal niet onze eerste basis. Onze eerste basis is gewoon Gamersnet en niet YouTube. Maar desalniettemin is het heel tof om er te zijn. Ja, het is hartstikke leuk om hier te zijn. Er zijn ook veel Gamersnet bezoekers hier ook, dat is super vet. Nou, daar staat DDG, daar staat de Super Mario Maker heel de dag aan. Dus dat is, iedereen ziet ons hier wel, super vet. En wij gaan jullie een rondleiding geven in de wereld van de Dutch YouTube Gathering. Wat hier te doen is en wat je hier allemaal kunt beleven als dit je ding is. Ik heb eigenlijk mijn hele verhaal verteld, je hebt eigenlijk niks meer te vertellen. Dankjewel en tot ziens. Ik voel me zo'n bimbo. Ja, we staan op de tweede editie alweer van de Dutch YouTube Gathering. En vorig jaar waren we er natuurlijk ook en hadden we wat erop aan te merken. Want het was namelijk niet interessant genoeg voor de gamer en het oogde wat rommeliger. Hebben ze wat gedaan met onze kritiek? Nou ja, zeker. Want het is namelijk een stuk geordender. Sowieso de plattegrond. Alles is wat netter opgedeeld, zijn mooie blokken geworden. En daarnaast ook de meet and greets zijn wat beter geordend. De tijden staan goed aangegeven. En overal is dat allemaal goed geregeld. Zijn er dan nog wel geen verbeterpuntjes? Wel, die zijn er zeker wel. Namelijk de wat kleinere YouTubers zijn wat lastiger te vinden. Die staan niet goed aangegeven op de plattegrond. En ook niet goed in het programma. En daardoor zijn er veel vragen over waar zij nou eigenlijk te vinden zijn. Dus er is dus nog wat ruimte voor verbetering voor volgend jaar. Maar over het algemeen is het een stuk beter geregeld dan vorig jaar. Dit YouTube Gathering, wat is hier te doen? Handtekeningen halen voor je favoriete YouTuber, maar heel veel YouTubers gamen ook. Minecraft, GTA Online, weet ik veel wat voor games. En wij staan hier natuurlijk met de Tuk-Tuk. Maar de Dutch YouTube Gathering, iedereen gamet. Iedereen speelt wel spelletjes. Dus de Dutch Game Garden is hier met allemaal indie games. Action Hank, Herald, Metroco Plus en nog veel meer. En dat moet de Dutch YouTube Gathering eigenlijk wel gaan doen. Gewoon meer met games. En niet alleen maar de merchandise, niet alleen maar de handtekening halen. En 4 uur in de rij staan voor dat ene krabbeltje en die ene foto. Nee, volgend jaar moeten er gewoon nog veel meer games komen. Want er zijn te weinig activiteiten. Dus kom op, lekker gamen. Lekker meer games! Naast de enige YouTuber met een opleiding. Hey! Wouter, a.k.a. Dodo Games. Ja. Universitair geschoold, hè? Nou ja, maar daarvoor sta ik hier niet. Nee, maar vind ik wel echt serieus leuk. Ah, top. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Dodo, vriend van Gamersnet, uiteraard. Welkom bij DDG Gamersnet FIFA Toernooi. Maar YouTube Gathering is niet echt voor ons. Het is vooral voor mensen als jij. Yes. Hoe belangrijk is dit voor vooral deze mensen hier? Ja, nou voor de mensen zelf bedoel je? Ja. Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk, je volgt mensen echt ontzettend lang. En wat je ook heel erg merkt, is dat iedereen het gevoel heeft alsof je gewoon een vriend bent van ze. Dus ze komen naar je toe en ze zeggen van, oh Wout, hey, hoe gaat het? Alsof je een oude vriend ontmoet. En voor mij, ja, ik ken natuurlijk niet iedereen. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te kennen. Maar het is heel raar om dat contrast te hebben, dat mensen jou heel goed kennen, maar je eigenlijk elkaar nooit hebt ontmoet. Maar hoe is dat, want jij kent de meeste mensen, neem ik aan, niet. Nee, jij kent jou voornamelijk. Ja, mij ken je natuurlijk. Maar hoe is dat voor jou? Is het raar om met een celebrity gewoon hier?
Of is dit in de supermarkt ook? Nou, soms. Soms. Dat moet ik eerlijk bekennen. Ik bedoel, laatst zit ik natuurlijk met mijn vriendin in België. Daar is wel iets minder. We hadden wel, als we daar op de kermis waren, dan kwamen alsnog mensen langs. En ik ging dan heel sneaky meelopen kijken waar je woont en zo. Maar ik heb hier in Nederland wel dat als je in de supermarkt bent, dan heb je wel 2 of 3 mensen die even gedag zeggen. Ja. En je kan niet naar de Efteling gaan. Nee. Dat kan gewoon niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat is echt heel raar. Want voor jou zijn de rijen 3 keer zo lang. Ja, en ik ben niet eens een attractie. Nee, ja, hey, het lijkt me echt super weird, maar Wouter, maak er een mooie dag van. Dankjewel. Yo. Nu mag je naar je mensen daar. Dus het is weer bijna zover. De YouTube Gathering, de Dutch YouTube Gathering is ten einde. Het was super druk bij de Tuk Tuk. Super gezellig. Je ziet het, worden nog steeds gegamed. Maar wij gaan bijna weer inpakken en gaan er bijna weer vandoor. Ja, voor de echte gamer, die gamers.nl natuurlijk aan bezoeker heeft, is hier niet zo heel veel te beleven. Behalve wat indie games en natuurlijk de Tuk Tuk. Het gaat hier vooral om het vieren van het YouTube. Ja, als Gamersnet zijn we daar niet zo heel groot. Maar we mochten er vandaag wel even aan ruiken. En dat was best wel tof. Tot volgend jaar. Wij gaan er vandoor. Later. Hoi, man.